Yo beste kijkers van de Naden, welkom terug bij een nieuwe Platinum video alweer. En dit is alweer Platinum nummer 33 voor op YouTube, heb ik uit mijn hoofd. Of Platinum nummer 32, ik gok 32. Drive Club was 31, Rocket League is 32. Inmiddels zit ik al bijna op 34 Platinum, maar ik hou ervan om dit soort video's te behandelen en dit soort video's met jullie te delen en om jullie te laten zien wat ik dus de afgelopen dagen heb gedaan en welke game ik nu weer Platinum heb. Nou, ik ben natuurlijk games aan het afwerken sinds ik vakantie heb en eindelijk kan ik nu de dingen gaan doen waar ik me al die tijd al op wilde focussen. En toen opeens, terwijl ik dus eigenlijk een game in mijn gedachten had die ik Platinum wilde gaan halen, Dying Light, kwam opeens Rocket League uit. En Rocket League heeft voor mij persoonlijk een hele toffe geschiedenis, want Rocket League is het vervolg op de vorige game en die game heette Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Niemand kende die game, tenzij je echt een hardcore PlayStation gamer was en je toentertijd in de store al actief was en die game had gedownload. Ik speelde dat 7 jaar terug al, kun je nagaan, 7 jaar terug speelde ik Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars met mijn vaste vrienden. We waren fucking goed en we vonden het echt een geniaal concept dat je met autootjes in een voetbalstadion kon voetballen en echt gigantische trickshots kon doen met autootjes en zo. Het was echt sick. Dat was 7 jaar terug, jongens. Niemand kende die game. Het was een tijd waarin trofeeën nog helemaal niet een ding waren. Waarin eigenlijk een PSN game echt iets fucking awesomes was. En Nu worden we doodgegooid met allerlei PSN games. Yo, hier hebben we weer een PSN game. Dit is leuk en zo. Download hem, want het schijnt. Dus goed, het heeft een best wel sikke geschiedenis. En ik heb dit dus al jaren terug gespeeld met mijn homie. En ik zal jullie dus gewoon de game laten zien. Hoe zag die game eruit? 7 jaar terug, dateert van 2007-2008 content. Kan je nagaan. Dus ik heb laatst mijn PlayStation 3 aangezet, ik heb die game opnieuw gedownload en ik ben wat content voor jullie gaan opnemen om te laten zien hoe die game en die franchise ooit was en hoe het nu is geworden. Hoe vet de games ze ervan hebben gemaakt, want ik weet zeker dat heel veel mensen die dit kijken alleen Rocket League kennen en denken dat het nieuw is. Het is niet waar, het is een vervolgdeel, een next gen vervolgdeel op Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. En ja, dat is een mondvol. Maar goed, jullie zien dus nu op de achtergrond een sikke wedstrijd. Met waarschijnlijk wat coole editwerkjes van mij. Dat je gewoon de doelpunten ziet en zo. Maar deze game zag er dus zo uit. De engine zag eruit alsof het een PlayStation 2 spelletje was. De graphics waren gewoon vierkant hoekig. Het was gewoon oud, old school. Een PSN game was nog helemaal niet mooi toen de tijd. Eigenlijk waren de games die op PlayStation uitkwamen ook niet mooi, op Uncharted na. En in die tijd waren dit soort spelletjes gewoon de shit. Het was mijn jeugdsentiment. Ik bedoel, ga denken, 7 jaar terug was ik een puber. Ik was 13, 14 jaar. Dus dat vind ik best wel sick, om dat dan zo te behandelen dat dit het ooit was. En dat bam, als het beeld nu omswitcht, Rocket League nu het geval is. In een vette engine, next generation graphics, veel multiplayer functies, heel veel verbeteringen. Ze hebben al die jaren lang, terwijl Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars werd gespeeld door een vaste community, hebben ze eigenlijk altijd naar de community geluisterd, alle dingen genoteerd en dat verwerkt in deze Rocket League. En deze Rocket League zullen ze ook maandelijks updaten. Met gratis DLC tot aan betaalde DLC. Gratis stadions die worden toegevoegd. Gratis auto's die worden toegevoegd. En misschien wat extra game modes en wel betaalde auto's die worden toegevoegd. Je kan gewoon deze Rocket League zal waarschijnlijk de aankomende jaren maandelijks worden geüpdate. Met nieuwe content, nieuwe stadions. Want zo had bijvoorbeeld de voorganger, Supersonic, die had een stadion in een U-vorm en een stadion in een soort badkuipvorm in de Sahara met zand. En hier is eigenlijk elk stadion gewoon vierkant. En nou, bij sommigen regent het en bij sommigen is het nacht. Maar de voorgaande game, die had veel meer variatie in stadions. Je had een stadion in een U-vorm dat je echt gewoon elkaars doel niet zag. En dat je via de muren die helemaal rond waren moest gaan scoren. Waar deze gameplay trouwens ook van is, die jullie op de achtergrond zagen net. En dat soort vette stadions, die zitten er nu nog niet in. Dus ik gok dat dat content gaat worden. Downloadable content. Maar goed, dit is dus mijn inleidingsverhaal. Ik ben nu al 4 minuten enthousiast aan het lullen over deze game. Maar wat ik jullie ga laten zien is wat je nou precies allemaal moet doen als je deze game gaat downloaden. Hij heeft dus een platinum. In dat tijdperk leven we nu dat PSN games gewoon platinum hebben. Vind ik heel fijn als trophy hunter. Dus ik laat jullie wat screenshots voorbij zien komen die gewoon
Sowieso behandeld zullen worden van hoe snel je de eerste paar trofeeën van Rocket League zou kunnen hebben. Het lijkt een makkelijke platine, maar de moeilijkste trofeeën blijven over en die zal je uren gaan duren. Dus hou je rustig, dit is niet een makkelijke platine. Iedereen noemt, wow, hij is wel makkelijk, maar ze hebben hem nog steeds niet. Zo makkelijk is hij niet. Het is gewoon tering veel spelen met je matties. Ik heb bijna nachten doorgehaald, gewoon met vrienden oneindig potjes zitten spelen om in totaal 500 kilometer te kunnen rijden en alle items te verzamelen. Maar goed, we gaan even door de trofeeën heen. In mijn eerste dag dat ik het speelde, haalde ik al deze trofeeën die ik jullie nu ga laten zien. Dus, dit is allemaal in één dag gehaald. Eerste keer, dus gewoon eerste keer scoren. Dan gaan we naar de volgende. De perfecte start, ook in één dag gehaald. De prutser, dat is waarschijnlijk gewoon wat aanpassen aan je autootje. Dat kan je ook in één dag halen. Binnen, zeg maar, minder dan een minuut nog een doelpunt maken, zodat het verschil maakt om te winnen. Daar krijg je ook een trofee voor. Turboladers zal waarschijnlijk met boost te maken hebben. Haal je ook allemaal in één dag. Snelheidsduivel haal je. Reizigers in elk stadion spelen. Hamsteraar is de helft van alle items verzamelen. Of iets anders, iets met... Misschien alleen één item verzamelen, je eerste item verzamelen, zoiets zal het zijn. Het is ook een hele simpele, haal je in één dag. Winnaar, geen idee, zal iets met winnen te maken hebben, haal je ook in een dag. Muurkruiper is gewoon over de muur rijden. De drievoudige bedreiging is met drie man sterk versus drie man winnen. Vriendelijk, zal ook leuk zijn, team spelen, misschien online. Trots herhaling is je haarlang bekijken. Kijk, dit is dus een trofee die terugblikt naar de oude game. Speel met de traditionele strijdwagens. En dat zie je ook. Supersonic, Acrobatic, Rocket Power, Battle Cars voor altijd. Want die standaard autootjes die toen al in de game zaten, zitten er nog steeds in. Alleen nu helemaal next gen, genieuwskind zeg maar. En fucking vet. Het is gewoon leuk om dat te zien als je de voorgaande game hebt gespeeld. Verdubbelen zal ook iets zijn. Raketpiloot haalde ik tijdens mijn stream, zie ik. Kampioenen haalde ik ook tijdens mijn stream. Dat is gewoon een trofee. Dat je het seizoen moet winnen is een gouden trofee. Druppels in de emmer is de helft van alle items verzamelen. Ergens ver weg. Dit is de meest tergende trofee die jullie waarschijnlijk gaan tegenkomen in de hele game. Dat is rij in totaal 500 kilometer. Dus wil je deze game platinum? Oeh, je moet nachtenlang spelen. En ik heb er 3 à 4 dagen over gedaan in totaal. En toen had ik uiteindelijk 65 kilometer op de teller. En de trofee is dus gebukt. 65 kilometer is niet 500. Dus deze trofee popt op bij 65 kilometer. Zorg dat je je banden niet verwisselt. En dat je deze 65 kilometer haalt met één paar banden. En al die kilometertjes dan bij elkaar zullen uiteindelijk resulteren tot 65. En bij 65 popt die op. Godzijdank. Ga het dan nu doen als je die platinum wil. Ga het nu halen voordat deze shit gepatcht wordt en je wel echt de 500 kilometer nodig hebt. Dan gaat het echt heel kut voor je worden en zal je het waarschijnlijk pas over een aantal maanden krijgen. Dat waren dus de screenshots van deze game, van de trophies die ik heb gehaald. Allemaal in één dag. Op de 500 kilometer na natuurlijk. Wat ik jullie voor de rest nog ga laten zien is mijn winnende potje online. Waarmee ik dus eigenlijk... alle items vrij speel. Ik heb dan waarschijnlijk iets van 165 potjes online gespeeld en gewonnen. Daarmee heb ik alle items vrij gespeeld, krijg een gouden trofee en een op de een of andere rare buggy manier popt mijn platinum niet op. Ik schrok er een beetje van, ik dacht what the fuck, waarom heb ik geen platinum? Meteen trofee gesynchroniseerd, de platinum telde wel, maar het plaatje was niet opgepopt. En uiteindelijk toen ik mijn platinum aan het synchroniseren was, toen popte die op. Gewoon in het hoofdmenu en stond hij daar bij mijn profiel. Virtuo's hebben we gehaald. Het is platinum nummer 32 op de lijst. De volgende video die ik op deze manier zal gaan behandelen is The Order 1886. Die heb ik ook al platinum gehaald. Dat is dus platinum 33. Eigenlijk is deze screenshot verouderd. En heb ik inmiddels Dying Light alweer platinum en heb ik dus 34 platinums. Dus dit soort video's die komen er de aankomende tijd nog op mijn kanaal. En van elke platinum die ik zal behalen deze vakantie zal ik zo'n video maken. Om het makkelijker te maken voor jullie. Als jullie ook trophy hunters zijn of in ieder geval het leuk vinden om te zien hoe ik dit soort games volledig 100% haal. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het vet vonden en dat jullie nog wat hebben bijgeleerd over de voorganger van Rocket League. Rocket League is niet nieuw. Deze shit bestaat al jaren. Het concept is al lang duidelijk. En ze hebben al lang een hele grote vaste fanbase. Thanks voor het kijken en het liken. En ik zie jullie snel terug bij de volgende platinum video, jongens. Later.